We staan hier op de brug van Keldonk naar Zuidaard. Heel druk verkeerd, een spitsuur zoals u ziet. Zondag is de clash. Keldonk tegen de Rooms-Katholieke Keldonkse voetbalvereniging. Tegen VOW uit Zuidaard. En die komen ongetwijfeld met de bus of met auto's zoals ze komen hier over deze brug. Ja, deze brug is toch wel speciaal. In 2009 werd die door een vrachtwagen geramd. En het beeldje ziet u nu boven in beeld verschijnen. En toen was deze brug een tijdje niet bruikbaar. De Rijkswaterstaat had het idee om er toen een loopbrug van te maken. Maar ja, daar kwam de dorpsraad hier in Keldonk op tegen. Goed, dit is ook de buurt waar Luc Verkuijlen heeft gewoond. Die woonde daar. Daar woonde Luc Verkuijlen. Hij voetbalde bij Gemert, maakte er heel veel goals. En daarna is hij naar Erp gegaan. En ook daar schoor hij nog. Werd er zelfs kampioen mee een paar keer. Nou, dat is een beetje het verhaal vooraf. We zijn op weg naar Keldonk, naar Peter van der Heuvel. De trainer van Keldonk. En hem gaan we eens aan de tand voelen wat zijn visie is op de clash van komende zondag. Ja, en daarna rijden we uiteraard ook weer over deze brug. Rijden we naar Zuidaard. En daar spreken we met Jordi, de trainer. Jordi van Boksel, de trainer van VOW. Daar zijn we van plan. Het is heel erg druk. Wij hebben het ook nog druk. Ik zou zeggen, ga met ons mee naar de Kalberg in Keldonk. Ja, Peter van Heuvel, trainer van Keldonk. En klaar voor de derby, zeggen we dan aanstaande zondag tegen VOW. Ja, we zijn er zeker klaar voor. Zondag al voor kunnen proeven, een derby tegen Boerdonk. Nou, ik bedoel niet dat feestje daarna, hè? Nee, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar we hebben het goed op de rails. We hebben 9 punten. Dat was ook de doelstelling uit de eerste 3 wedstrijden. Over het spel is nog veel voor verbetering vatbaar. Maar goed, de 9 punten die pakken ze ons in ieder geval niet meer af. Ja, het is toch een derby die leeft. Hè? We maken er ook een item van. Dat doen we niet voor niks. Het leeft gewoon bij VOW. Ik verwacht ook zondag behoorlijk wat publiek. Want zondag, ik hoorde van je collega assistent trainer Willem Rooijakkers dat het ook behoorlijk druk was in Boering. Ja, het is lang geleden dat we tegen elkaar hebben gespeeld. Dus was... ja, als ik even in de reden mag vallen, want je moet al blij zijn, wil je wat publiek langs de kant hebben zondags, hè? Want het wordt wel minder, hè? Ja, wel. Goed, hier hebben we een behoorlijke vaste kern die er altijd zijn, om zo maar te zeggen. Maar... geen harde kern, hè? Nee, geen harde kern. Maar van de andere kant, ja, het was er behoorlijk druk, ja. En, er werd van tevoren ook nog van alles georganiseerd. Kijk, de jeugd is samen, Keldonk, Boerdonk en... van daaruit ouder-kind voetbal georganiseerd. Dus dat blijft ook allemaal hangen. Dus ja, het was gezellig druk. Ja, zondag VOW, zoals we al gezegd hebben. Ik stond straks met een item op de brug. Ik zeg, over deze brug komen ze hier naar Keldonk toe. Of hij moet afgesloten zijn natuurlijk, maar ja, dan zal het toch wel doorgaan. Ja, VOW, wat weet je ervan? Ze hebben 2 wedstrijden gespeeld. Eerste wedstrijd vrij. Hè? Met 13 deelnemers ben je 1 wedstrijd vrij. Ja, klopt. Ja, wat weet je van VOW? We hebben een behoorlijk nieuw, ook een nieuw team. We hebben behoorlijk wat jeugd erbij. En dat hebben wij ook. We hebben ook heel veel jeugd erbij. Dus dat is inderdaad, zoals Jordi zelf ook al aangaf, met ups en downs. En dat is hier ook het geval. Maar voor de rest passen we ons eigen niet meer aan. Dat hebben we vorig jaar genoeg gedaan. En nu gaan we echt van eigen kracht voetballen. Ja, je bent hier bij Keldonk gekomen. Je bent altijd een van de, en dat zeg ik niet om te slijmen, maar een van de betere spitsen geweest uit deze regio. Altijd hoog gevoetbald, op niveau gevoetbald. En dan kom je bij Keldonk. En dat zeg ik niet degenererend, maar je komt hier bij Keldonk. Dan is het een stukje minder. Is dat voor een trainer te bevatten? Kan je dan omschakelen? Kan je terugschakelen? Ja, nou goed, ik ben zelf altijd trainer gebleven van de jeugd en dergelijke bij Mariehout. En van daaruit ook assistent trainer geworden bij Mariehout. Dan heb ik de kans gekregen om hier aan de slag te gaan. En dat bevalt uitstekend. Natuurlijk zijn er altijd dingen waar je aan moet wennen, van afmeldingen, trainingen en dergelijke. Ja, vorig jaar stonden we vaak op dinsdag ooit met 7-8 mensen. En dat vreet aan je, om zo maar te zeggen. En nu dit jaar, moet ik zeggen, hebben we elke keer 16, 17. En dan praat ik alleen over een eerste selectie die er zijn. Dus ik moet in plaats van mensen gaan bellen of ze alsjeblieft mee willen doen, hebben we nu echt een concurrentiestrijd waarvan ik sommige jongens moet teleurstellen. Dus dat is de andere kant van de medaille.
Ja, is Keldonk eigenlijk wel groot genoeg om een voetbalclub zelf te bevoorraden hier? Ja, natuurlijk. We hebben nu 4 elftallen. Vorig jaar zijn we teruggemoeten naar 3. Maar nu zitten we op 4 elftallen die allemaal ruim in de spelers zitten. Maar van de andere kant zijn er ook heel veel Keldonkse jongens die overal elders voetballen. Hè. Dan praat ik over Koen van Deurzen, Robin Knap, Robbertje van... Keldonk heeft wel voetbal voortgebracht, hè? Ja. Dus goed. En als die ook nog eens een keer dadelijk op het einde van de carrière terugkomen, dan ziet het alleen maar positief uit. Ja, tot slot wil ik nog een adviesje geven aan je aanstaande tegenstander en uiteraard de trainer aan Jolly van Boksel. Heb je nog een adviesje voor hem? Een adviesje? Nou, goed. We zullen zien. We hebben vorige keer ook van ze gewonnen hier thuis. En daar gaan we nu weer voor. En hoe dit daar loopt, zien we dan wel. Peter van Heuvel, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Jolly van Boksel. Hier op het mooie VOE-complex. Ja, zondag liggen de activiteiten bij op de Kalberg, bij in Keldonk. De Rooms-Katholieke Voetbalvereniging in Keldonk. Daar zit er bij VOE niet meer bij, zag ik. Hoe kijk je tegen die wedstrijd aan? Ja, vooral hier in Zijtaat en in Keldonk zijn de wedstrijden die leeft onder de jongen. Kijk, ik ben zelf een Udenaar. Ik ken de trainer ontzettend goed. En ik weet nog van de 2 voorgaande jaren dat het wel wedstrijden op zich zijn. Ja. Maar het leeft meer bij de supporters en bij de spelers als bij mij als trainer. Maar het is een wedstrijd op zich. Ja, het is voor jou een wedstrijd? Nee, het is niet een wedstrijd. Het is ook een wedstrijd tussen 2 ploegen die normaal gesproken bij de bovenste 4-5 gaan eindigen. Dus deze wedstrijd bepaalt wel daar meteen in het begin van de competitie of je er staat of dat je moet aanhaken. Zeg maar. Dus dat is echt wel een verschil tussen een wedstrijd en een wedstrijd. En dit is toch wel een wedstrijd en een derby, Peter. Heb je ook in je team, we staan hier naar voor de training, heb je ook met je team dat je merkt dat zo'n wedstrijden meer leven als andere wedstrijden? Het is toch een enorme revanche gedachte met een enorme rivaliteit tussen de 2 dorpen. Nee, je merkt echt wel van de jongens dat dit soort wedstrijden ze daar graag willen spelen. Dat ze er dan willen staan en een extra stapje willen zetten. En ze willen er zelfs op zaterdagavond rekening mee houden. Dus we kunnen de trainer nog meer wensen. Dus nee, ik zeg al, regionaal zijn dit de wedstrijden waar de spelers echt... Ja, nogmaals, ze kennen allemaal spelers van elkaar. Vriendinnen en buurman, het is allemaal hier bekend onder elkaar. Dus er zijn wel de wedstrijden... Ja, voor de jongens is dit een beetje de kerst op de taart, zeg maar. Ja, maar je valt wel heel vroeg in het seizoen. Maar ja, goed, dat houdt in dat je ze later terugkrijgt hier, hè? Wat later in het seizoen. Ja, het valt mij op dat wij dit jaar in ieder geval alle sterkere ploegen in de 5e klas in eerste instantie uitkrijgen. Dus dat kan een voor- of nadeel zijn. Maar we krijgen ze natuurlijk over een aantal maanden ook nog hier in Zijtaart. Maar nogmaals, het zijn wedstrijden op zich tegen ploegen die normaal gesproken in de top 4, top 5 gaan eindigen. Dus ja, het kunnen alleen maar leuke wedstrijden worden die we natuurlijk gewoon hopen zelf met een positief resultaat af te sluiten. Ja, je hebt nou 2 wedstrijden gespeeld. Het is een pool met 13 ploegen, dus je bent altijd, het is altijd een team en een weekend vrij. Daar zijn jullie mee begonnen. Het feit is wel natuurlijk dat je bovenaan staat. Je hebt een beetje een klotige seizoen gehad vorig jaar. Je bent gedegradeerd. Ik wou zeggen een K-puntje-puntje seizoen. Maar nou ineens 2 wedstrijden gespeeld, 2 wedstrijden gewonnen. Ja, dat moet je toch ook merken aan het moraal, dat het wat meer leeft. Ja, maar het was vorig jaar wat dat betreft wel een zwaar seizoen, maar helemaal geen verloren seizoen. We hebben vorig jaar echt 12, 14, 16 wedstrijden gewoon meegedaan. Wat is dan je winstsituatie, ondanks je degradatie? We hebben nu een hele jeugdige ploeg. Ik heb vorig jaar 4, 5 jongens moeten inpassen. Daar hebben we routinier afscheid genomen. En al die jongens hebben minimaal 1,5 jaar nu mee mogen lopen in de 4e klasse. En dat merk je nu op zondag in de 5e klasse. Merk je er gewoon terug. Ze hebben 1,5, 2 jaar inhoud dat ze meenemen. Voetballend vermogen dat je meeneemt. En als ik naar de eerste 2 wedstrijden in de competitie kijk, ja, het gaat nu bij ons een keer wat sneller, wat directer, wat strakker ingespeeld, meer beweging in de ploeg. Ja, vorig jaar was dat 7, 8 keer bij de tegenstander. Dus nu zijn we de rol in principe omgedraaid. Dus wij hopen daar zeker de eerste paar wedstrijden in de competitie ook echt profijt van te trekken. Ja, ik heb net hiervoor het gesprek gehad met Peter van der Heuvel in Keldonk uiteraard. Je lacht ermee. Maar hij die gaf ook een positief verhaal. Dat doe je ook en terecht, want je staat niet voor niets mee bovenaan. Althans, 2 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Hoe kijk je naar zondag? Normaal is Keldonk favoriet als jullie daar komen, want die winnen dan meestal, dacht ik, als je de statistieken nakijkt. Ja, ik kan niet puur op de statistieken kijken. Ik durf Peter wat te zeggen. Ik denk dat wij... Scorebordjournalistiek. Maar ik denk zelf, ben ik heilig van overtuigd dat wij op een bepaalde positie meer voetbalvermogen hebben. Ik heb vooral op middenveld en voorin echt veel creativiteit. Echt jongens die een goede ontwikkeling doormaken. Echt jongens die nog niet aan het plafond zijn, ook niet bij VOE. Maar ik denk wel een Keldonk over het algemeen, daar stropen ze de mouw iets meer op. Een thuiswedstrijd, een beetje publiek erachter. Toch wel een fanatieke trainer mee.
als de wedstrijd begint. Ja, er zijn dingen die meespelen. En ik denk, als we de punten gaan verspelen, dat het ook tegen ploegen is die inderdaad de mouwen opstropen. En die over het algemeen iets meer lengte hebben, iets meer ervaring in het team hebben. Ja, voetbal wordt helaas niet alleen bepaald door een bal aan je schoenen. Maar een keer een overtreding, een keer met de scheidsrechter praten, een keer met de grensrechter aan de slag. Ja, dat zijn allemaal dingen die meespelen. En dat is ook mede de reden dat we afgelopen zondag al een lastige wedstrijd hebben gehad. Omdat er gewoon echt 8 mannen in staan tegen... Ja, wij hebben gewoon heel veel jongens van 20, 21 tegen de jongens. En dan moet je voetballend onderuit voetballen. En dat zit soms wel eens een beetje tegen. En dan krijg je ook moeilijke wedstrijden. Nou, ik wens je in ieder geval alle succes, maar dat heb ik Peter ook gezegd, dus je hebt er weinig aan. Maar ik zeg het dan wel, dat staat netjes voor het filmpje natuurlijk. Maar we gaan zondag zelf met Kliksporters even kijken en we spreken elkaar zondag na de wedstrijd. Ja, dat zou mooi zijn, Peter. Met deze ben je natuurlijk van harte uitgenodigd. En ik ga ervan uit dat de 3 punten mee naar Zijtrad gaan. En dan kun je hier naar de rand en ik kan hier nog een lekker pilsje komen drinken. En dan is Peter ook uitgenodigd bij deze. Kijk eens aan. Dat was Jordi van Bokstel, hij is uiteraard trainer van de VOW.